Goedemiddag, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Jenne Verdekkers, ik sta nog in pyjama, maakt niet uit. Maar voordat iedereen begint eigenlijk van, waarom heb je eigenlijk blauw aan? Ik heb heel veel blauwe pyjama's. Heel veel blauwe. Iedere keer weer een andere, dan weer lichter, dan weer donkerder. Maar goed, Vin slaapt nog, het is een 10 over 12, 10:15 ongeveer. We zouden gisteren eigenlijk naar een vriendin van ons gaan. Maar ik had even niet helemaal goed begrepen wat de planning was voor van gisteren. Want het is nu zondag, gisteren was zaterdag. Duh. Dat we eigenlijk naar Vince's ouders zouden gaan, eventjes op bezoek. En dat wist ik niet. Upsie. Ik heb nu een paar dagen even niet gevlogd. Ik was moe. En dat voelt me nog steeds. Ik merk wel dat ik meer moeite heb om uit bed te komen. Dus ik heb tegen Vince gezegd, ik wil gewoon echt even een weekendje weg uit huis. Even ergens heen, richting de duinen of zo, weet ik veel. Dus ja, dat heb ik al een paar keer gezegd. En nou heb ik iets van, zoek het lekker uit, ik ga gewoon een weekendje werkboeken met jou. Ik wil gewoon echt even weg. En ja, via TikTok kwam ik er wel achter leuke dingetjes en zo. Hotels.nl, daar kan je zoeken. Dus daar ben ik een beetje mee bezig om te kijken. En wanneer we weggaan, ik heb nog geen idee. Maar ik ben nog een beetje aan het zoeken voor een weekendje weg. Gewoon echt even weg. Vince heeft gisteren ook een beetje tussen mijn schouderbladen gemasseerd. Ik voelde daar heel veel spanning. Ik heb afgelopen dagen veel gehuild en zo. En ik zat gewoon niet zo denderend in mijn vel. Dus, ja. Dat gezegd hebbende. Wee! Ik ga binnenkort ook skaten. Vandaag echt, ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen flauw idee wat we doen. Vince slaapt nog. En dat was een sirene. Dat was politie, zo te horen. Je kan ook het verschil horen daarvan. Maar ja. Het is even knudden. Wat ik wel wil gaan doen vandaag is opruimen, want ik vind het een beetje een bende. Die doos van die skates staan hier nog, terwijl het afgelopen donderdag binnenkwam of zo, of vrijdag. Ja, vrijdag. En dan wil je opruimen. Ik ga de keuken opruimen. Ik weet niet eens wanneer dat andere pakket binnenkomt. Er komen nog zoveel dingen aan hier zo. Ik raak gefrustreerd. Shit, sorry. Ik doe gewoon mijn best. En daar is alles mee gezegd. En ja, ach, grapjes maken op TikTok kan gewoon. Ik ben soms een beetje te serieus voor grapjes, zo weet ik het allemaal. Maar ja. Even kijken. Ja, nou kijk, ik zal deze doos even laten zien. Die grote doos hier, daar zaten die skates in. Die gaat weg. En dan wil ik dit hier opruimen weer. En nee, ik laat geen skate, want wat jullie nu horen is eigenlijk gewoon de vloer. De vloer ademt of zo. Ja, ik draag ook nog blauwe crocs. Het past echt heel erg bij mijn pyjama. Dus ja. Nou ja, Vince heeft gisteren drank gedronken. Denk ik, ja. Deze, Black Label. Daar houdt hij van. ja, ik voel me gewoon laatst gewoon een beetje op. Gespannen en in alles en zo. Ik moet echt mijn rust zien te vinden en dat werkt nu niet. Nou, weer die vloer. Vloer ademt of beweegt of leeft, weet ik veel hoe je het moet noemen. Ik ga Vince zo meteen ook wakker maken. Dan kunnen we misschien eventjes buiten wandelen of zo. Ik heb geen idee. Maar eerst opruimen in huis. Ja, ja, dat moet ook gebeuren. Ja. Ik ben even naar de winkel geweest, maar zover het me lukt, want ik heb geen behoefte om ergens naartoe te gaan of wat dan ook. Ik kom moeilijk in mijn bed uit. Merk je dat ook? Hey. Heel irritant, ik weet niet wat het is. Maar hier is Vincy, die is Ajax aan het kijken. Nu is er een kwartiertje pauze voor de spelers. En ben je blij met de choco die je hebt gekregen? Ja, met de chocolade. Dat is de tandpasta. Vins wilde graag chocolade met nootjes en rozijnen of zo, als dat erin zit. Ja, deze weet ik dat niet. Nee. En wat hebben we vanmorgen gedaan? Of vanmiddag eigenlijk? Want jij kwam nogal laat uit bed. Ja, wat hebben we gedaan? Weekendje weggeboekt, maar we gaan nog niet zeggen wanneer. Nee. En ook nog niet waar. Dat gaan we ook nog niet zeggen. Nee, ik bedoel, voor de kijkers gaan we nog niet zeggen waar. Nee, jij hebt dat nog geregeld. Ja, jij moet het zeggen. Ja, dat komt nog wel. Maar dan als we er zijn. Ja, dat komt goed. En morgen heb jij vrij en moet ik werken. Dus ja, dan moet je gaat vanavond weer terug naar je ouders.
Hey. En dit is tijgernootjes. En ook nog chocolade. En daar zo maandverband. En hoe heet het nou? Ook weer kip wings. Dat heb ik allemaal gehaald. En een moestuintje. Yay. Chicken bologna. Wie? Chicken and macaroni. Chicken wing, chicken wings. Mm. En dat gaan we ook opruimen, de wasrek. Dan is het weer een beetje opgeruimd hier. Dit ga ik een beetje opruimen. En Vince kan nog in dat boek gaan lezen vandaag. Ja, batterij was leeg. Nou ja, oké. Okay. Maar die batterij moet ook helemaal uitgelopen of zoiets, weet ik hoe je het moet noemen. Moet helemaal leeg worden. Hier zo'n stukje samenvatting van de wedstrijd. En klaar is de samenvatting van mij van ons. Nou, ik heb tenminste wel die beschermers opgeruimd, Vince. Ja. En mijn stiefbroer wil mee gaan skaten. Een vriendin van mij wil mee skaten. En nog een vriendin. Nou, wat wil je nog meer in het dagelijks leven? Misschien kan Dennis ook mee skaten. Maar... Nou, dat heb ik gevraagd aan. Volgens mij wou ze niet. Ja. Dus ja. Ook, losgaan, komt goed. Ik ga zo meteen de vlogs editen. Lijkt me ook heel handig om te doen. Maar dit heb ik even gezet. Nou, we kunnen het zo meteen eventjes opeten. Een paar. Twee voor jou, twee voor mij. Ja. Ik weet niet hoeveel erin zitten. Staat voorop. Dit is mijn leiding. Welk jaartal? 22. Nou, dat duurt nog even. Maar voorop staan hoeveel? Ja, maar voorop staat hoeveel erin zitten. Je kijkt er al een paar keer overheen. 14? Nou, waar ze alle 14 op eten dan? Hè? Dat is al snel dan. Nou, we gaan kijken. Last van mijn schouders, overal pijn in mijn lichaam gewoon. En ik heb een tie-dye shirt aan. Vind mag hem laten zien. Weet je? Een tie-dye shirt. Via Shine. Hij past niet helemaal, maar... Dat past toch? Ja, ik ben nog een beetje te breed. Ja. Maar dat gewicht verliezen gaat ooit heus wel. Maar er moet wel echt een motivatie in te vinden. En die komt ook nog wel. Ja, ik... Kijk, een walrus die aan het dansen is. Draai om, zeg ik. Hoezo draaien? Oh, nou, oké. Okay. Walrus draait. Maar je maakt jezelf schutten. Ja, boeien. Ben je zelf schutten dan iemand anders, gezegd? Ja. Dat klopt helemaal. Nou, er komt binnenkort weer een Goku-poppetje aan, Vince. Ja. Maar dan houdt hij die power pole vast, weet je wel, die hij in Dragon Ball gebruikte. Dat poppetje dat veel eerder is. Ja. Niet die kleine Goku hoor, maar die grotere. Toen hij ouder was. Ja, weet ik hoe oud hij was in die tijd. Maar het komt wel goed. Nou, ik ga eventjes al deze zooi opruimen. Dus Vince, wat gaan we doen vandaag? Gaan we nog buiten wandelen? Nee, dus aan jouw reactie te horen niet. Nee, ik wil wel, maar... Mijn voeten worden eigenlijk een beetje warm. Luilak. Nog wel luilak. Ja. Geintje. Nee. Nou. De vlog is weer gestart. Door Jennifer. Ik ben niet in beeld nu hoor, je moet die kant op. Hoi. Je bent meer naar de muur. Nee, je bent in beeld. Je bent in beeld. Oh wel, ja, weet ik veel. Ja, voor mijn gevoel wijs je naar de muur. Ja, met een stuk muur, met een plantje ook. Weer in beeld. Zo, ga ik gaan. Maar ik ga je knuffelen. Ja, kijk, ik word hier gekild en dan weet ik dan wel. Ja. Mijn nek. Ah. Oké, je ziet een live week. Nee, ik heb nog een.
Ja, wat? Wow, Vince, niet zo overdrijven. Ja, je dukte mijn keel gaat dicht. Sorry, je dukte mijn keel, die strappen dukte dicht. Nou, ik wilde net eventjes... even kijken. Jennifer... Wat gaan we eten? Restjes van de nachtrestjes. Gisteren hebben we alles gegeten. Moet je in de camera kijken? Ja, ik... Nee, we hebben... Oh, je wilt het zelf uitleggen? Oké, sorry. Gisteren hebben we bij mijn ouders gegeten. Ja, mijn moeder is verjaardag gevierd ook. Dat was 22 april was verjaardag, donderdag 22 april. Ja, deel 2 van de verjaardag was gisteren dus. Heel gevierd. Was leuk, was gezellig. Alleen jammer genoeg niet met familie en vrienden. Maar vrienden. Ik kom met familie. Door corona, maar ja. Dus hebben we het een beetje overgedaan, haar verjaardag. Dat was leuk, gezellig. En Jennifer was er ook mee gegaan, mee geweest, gisteren. Dus dan ging jij er meer over vertellen. En ik weet niet wat ik zou zeggen. Wat moet ik zeggen dan? Ik weet niet. Het is moeilijk uit te leggen. Hoe je het vond? Het eten was lekker. Alleen het eten was lekker. Het was gezellig ook hoor. Ja. Ja. Ja, en ik ben wel blij dat Ajax is... Ajax heeft gewonnen, ja. Officieel, nou ja, zij is de kampioen. Voor de hoeveelste keer? Voor de 35ste keer. Jouw leeftijd? Oh nee, je bent 36. Ja. Happy birthday! Nou ja, maar ja, dat is 10 maart. Nou, ik laat even zien wat het eten is. Ja, je mag maar even. Je duurt te lang. Doei! Ja. Als ik hem nog kan vastpakken. Ja, ik kan hem vastpakken. Feeling hot. Oké, ik zal even laten zien wat dit is. Dit is dus kip en shawarma, couscous en persiebonen. En dat gaan we dus eten. Deze gaan we ook eten zo. Als ik het niet opkrijg, geef ik het wel aan Vince. Zo. Zo, 2 minuutjes. Hoppa. Ja, dat is onze dag. We doen niet superveel. Maar ik kan jullie wel zeggen, ik heb wel lol met Vince. En hij heeft hopelijk ook met mij, geen idee. En hij komt aangewandeld hier zo. Vincey. Kijk, Jennifer. Dat is Jelly laagstreepje 1990. Jelly anders voor TikTok. Ja. En voor YouTube? 99 Jelly 99. Hij weet het eindelijk! Ja. Zo vaak op YouTube geweest met jou. En je hebt je account zo vaak gezegd in de live in de vlogs. Ja. Ja, we gaan straks ook even live op TikTok. Wordt dat? Ja. Mijn? Nee, mijne. Maar. Jij kan morgen overdag doen. Ja, dat zie ik wel. Maar goed, ik wil ook live gaan op TikTok. Want als je in de douche gaat, dan ga je live. Dan kan ik je niet helpen met mensen dempen. Nee, maar als je terugkomt, dan kan je me dempen. Oh my god. Ik ga dan ook de standaard... Kijk, dit was nog over. Dan moet je toch weer deksel erop. Ja. Jouw eten staat daar. Dicht. Joehoe! Jongens, hoe vinden jullie Vince haar kapsel eruit zien? Lijkt net kuifje zo. Kuifje? Ja. Je moet echt naar de kapper gaan hoor. Dat doe ik voordat we vakantie gaan. Vakantie. Nee, dit wordt echt erg. Die en die. Ik ga het in de koelkast zetten. Veel plezier. Nou, lekker gedoucht. En wat ik eigenlijk ook even kwijt wil, ik word er helemaal gek van eigenlijk de hele dag door.
zijn er een paar aantal kleine kleutertjes bezig. Ik noem ze kleutertjes. Om de hele tijd neer te zetten freestout kreuken. Geen idee wat dat inhoudt. Ik blokkeer ze nu de hele dag. Maar wat wel heel schandelijk is, is dat ze mijn profielfoto gebruiken en die van Vince. Zijn foto dan gewoon, een foto van Vince en mij. Of alleen die van Vince, of alleen die van mij bedoel ik. En dan de hele tijd accounts aanmaken van hier tot Gunther. Dan heb ik iets van, jongens, hoe komen jullie eraan en zoveel? Ik laat ook eventjes een foto hier in beeld zien, want ik heb nu eindelijk geleerd hoe dat moet. Maar dan heb ik echt iets van, wat bereik je ermee? Om zoiets kinderachtigs te gaan doen eigenlijk. Want ja, ik heb ook daardoor de politie eventjes gevraagd van hoe en wat. En hun zegt van, ja, we gaan hun IP-adres nakijken. Dus heel goed gedaan, jongens. Ik vind het zoiets doms en kinderachtigs. Kijk even in de spiegel voordat je naar een ander toe gaat om diegene te treiteren of te pesten. Want wat bereik je ermee? Alleen maar een goed gevoel voor jezelf? Nee, ik hoop dat karma je gewoon pakt. Echt waar, want karma pakt je terug. Maar echt, get a life. Doe iets met je leven, ga werken of zo, zoals ik doe. Ook al werk ik maar 3 dagen in de week, ik doe echt iets. Maar ja, ik reageer een beetje geïrriteerd nu, omdat het ook echt de hele dag al doorgaat. En ik heb iets van, waarom? Waarom is dat nodig? Waarom wil je iemand onderuit trappen hiermee? Het is behoorlijk vervelend ook. Dus ja, waarom zou je zoiets doen? Geen enkel videootje wordt weer normaal bekeken. Dus daar heb ik iets van, waar zijn we mee bezig.nl. Maar ik kan wel gewoon lekker doorgaan met mijn eigen leven. Alleen Fabienne, dat is nu ook een van mijn vrienden, die wordt nu helemaal bestookt met berichten. Dan heb ik iets van, come on, waar zijn we mee bezig? Wat voor kinderachtige, zielig kindjes zijn jullie? 2? Want dat zijn kindjes, die 2-jarigen, die alleen maar anderen lopen te pesten. Maar ik sta boven jullie en ik hoop echt gewoon karma pakt jullie. Want echt waar, ene Stef en Steve of zo, en Stefan of weet ik hoe je mag heten. Ik lach jullie gewoon keihard uit nu. Ik kan er uiteindelijk wel om lachen. Hè? Nou ja, en ik blijf ze ook gewoon blokkeren, dus ja. Dan kan ik de hele dag wel doorgaan. Maar ja, hoe komen ze eraan, denk ik dan? Hoe krijg je het voor elkaar? Ik vind het gewoon zielig en dom. En daar hou ik het bij. Ik vind het echt zielig en dom. Alleen om je vriendjes in te schakelen omdat ik je geblokkeerd heb of zoiets, weet ik veel. Voor zoiets. Zielig. Echt zielig. Super zielig. Hey, ach. Ik ga gewoon even live op TikTok en dan gaan jullie even meekijken. Yeah. Kijk, voor YouTube dit, hè. Kijk, hier heb je er weer eentje die strouwt keuken, zegt zo. En waarom moet het zo vaak mogelijk? Maak er gewoon een filmpje over dat diegene bevrijd moet worden. Kijk, deze. Hoezo jij je even te vooroordelen? Gaat goed als je hem met je hebt de hik, of niet? Ja, altijd. Nou, ben je ontslagen na de laatste keer, Wesley? Met die bril, dat heeft mijn moeder uitgekozen. Ajax kampioen volgende week toch, of niet? Waarom, vaak? Als ze volgende week winnen, dan zijn ze op de dag van kampioen. Oké. Want je krijgt het nu de hele tijd te zien, freestout kreuken. Ik heb echt iets van, what the hell man. Kijk mensen, nu zien jullie het ook. Niet alleen vandaag, want ook gisteren ook. Wat werd gisteren? Ik heb ook gezegd dat. Stout kreuken? Ja, gisteren zijn ze er al mee bezig. Vindt ze het op de bank? Hij kijkt naar een wedstrijd van Duitsland? Ja, ja. Stout kreuken, zeggen ze dan. Bij jou ook al? Nee. Ik vind trouwens je bril heel leuk staan. Dankjewel. Daphne, waar is jouw bril? Heb ik net afgedaan. Waarom? Vince, nu moet jij dat woord gaan zeggen. Waarom zijn de bananen krom? Als ze recht zijn, pas niet Vince, scheel. Nee. Jij moet nu freestout kreuken zeggen. Zegt iemand in de live hier zo. Hij wil niet. Weet je wat ik... Ja, anders blijven ze spammen, Vince. Heb je daar veel zin in? Harte pizza. Anders blijven ze spammen. Heb je daar veel zin in? En mijn hart moet blijven kloppen. Dat moet. Eten en drinken. Nou leuk, er staan... Nou leuk, staan er twee... Wat dan? Nou leuk, staan er... Ogen lijken 2 keer zo groot nu. Hé, wat?
1990 Jelly 1990 is mijn YouTube. Hoi Bram. We hebben geen slechte bedoelingen. Nou, ik vind één keer meer dan zat. En dan had ik eigenlijk beter kunnen vragen van waarvoor het nou nodig was. Maar, please. Zo apart. Hoi hoi. Het is eigenlijk wel heel apart gewoon zoiets. Hallo. Dit is voor YouTube trouwens, mensen. Je vraagt er zelf wel een beetje om. Hoezo? Hoezo wat? Anna Hollanda 89 zegt het. Ik weet niet waarom, maar... Jullie zijn gewoon fan. Ja, nou ja. Oké, het zal best, maar dan moet je het niet op die manier laten zien, dan lijkt me. En ik denk dat TikTok ook aan het filteren is op dit moment. Want ik heb dat ook wel eens bij jou, Daphne. Daar wou ik iets zeggen tegen je. We stonden er alleen maar doorzichtig. Er werd het niet doorgestuurd. Klopt. Maar ja... Zo zeggen nu, ik hoor jullie niet. Oké. Omdat jij continu op ingaat. Jojo's. Nou, ik kan ze nu ook wel gaan blokkeren, maar dan komen ze toch weer terug. Dus het heeft weinig nut. Ik ga net zo hard terug van mensen hoe mensen mij behandelen. Het is een naam, dus het heeft geen betekenis. Oké. Hey, hallo Kaylee. Caught you on 4K. Nou, deze is geen 4K helaas. Nog niet in ieder geval. Stoutkreuken is een naam van een groep. Het zal best, ik heb geen idee. Maar wat is met diegene gebeurd dan? Is die geblokkeerd op TikTok of wat? Dat vraag ik me ineens af. Is die geblokkeerd op TikTok of zo? Dat vraag ik me ineens af. Is diegene geblokkeerd op TikTok? Of zit die vast op TikTok? Dat kan ook wat Vin zegt. Hoe het met Vin gaat? Met Vin gaat het goed hoor. Trouwens, Daphne, hoe gaat het met jou? Je bent ook in de vlog. Ja, met mij gaat het best hoor. Toppie, joppie. Morgen met tussentijdse toets. O jee. Spannend. Peutige kruislings, die doet eigenlijk zo. Ja, met Vince gaat het gewoon heel erg goed, gelukkig. Dan zit die. En door mij gisteravond en vandaag zijn er nog zo'n stuk of 50 bijgekomen die ik heb geblokkeerd. Nou joh. Fribo. Maar ik heb ze niet van TikTok afgegooid of zo, want jullie kunnen nog vrij rondgaan op TikTok zelf. Als TikTok zelf nou gewoon helemaal gaat blokkeren, dan is het niet mijn schuld. Dan is het gewoon echt van TikTok zelf. Ik heb geen idee, Faab. Wat zegt ze? Ze zegt, wat is dit? TikTok? TikTok live? Wat zeg je? Wedstrijd doen. Nou, geen zin in. Op, Kampioenen! Kampioenen! Vin zegt kampioenen, ja. Kampioenen, olé olé. Het is toch niet officieel. Maar we zijn al kampioen. Kampioenen, kampioenen, Jorg, zing lekker mee. Vind, ze vinden jou een goede jongen, die freestyle-kreuken. Ja, groot gelijk. Heb je nog al die feestjes gezien? Bij Centraal, bij de Arena. Vind zegt kampioenen. Feestje zit heel dag met al de tetriën van de oren. Nou nee, het valt wel mee. TikTok voorbij komen, nee. Wat moet ik checken? Huh? Wie snap ik niet wat hij nou zegt? Wie? Nou ja, hij zegt nee, alleen stout kreuken zijn jullie kampioenen. Hè? Wat daar? Nu in de kant, alsjeblieft. Nou, ik denk dat hij snel ging typen dat het niet echt goed binnenkomt of zo.
Oeh, je kan live, Danny. Je moet even je mouw voor je mond afhalen, Def. Danny kan live. Hey. Hoe heb je voor een vraag gekregen, Goos? Ga ik even inzoomen. Kijk, je bent Indian. Of Indiaan, India's of zo. Je hebt de vlog van vandaag gezien. Oké, super. Morgen komt er geen vlog online. Dat moet ik wel even zeggen. Want ik moet ze nog editen. Nee, ik kan het tabiel, maar ik kan niet praten. Hoi, je komt uit de bossen. Oké. Hey. Dat is Sumera die dat zegt. Vince, kom een keer 1v1 doen in Fortnite. Sumera is ook in de stands. Ja, nou, dat kan je wel doen met gaming, 1 tegen 1. Ja, ik ben heel slecht in Fortnite. Wat ik wil zeggen. Shout-out naar Jarno. Jarno Talman voor de lollipop. Dankjewel, super lief. Jasmijn is overleden. Sterkte, ik weet niet wie het is, maar sterkte. Kom eens, mini pizza, mini pizza. Je gaat dadelijk mini pizza eten, je hebt honger. Oh nou, eet smakelijk, Jenna. Lekker. Zeker lekker, ja. Hoef halen. Ben je nu aan het filmen met die camera? Ja, dat is voor YouTube weer. Voor de vlog. Hij wil je helpen met Fortnite, dat is wel lief. Dat is goed, Goed, ik ga nu zo naar bed. Ik weet niet wie het is, maar iemand zei dat. Jasmijn is overleden. Ik weet niet wie het is. Dankjewel, Christian van Dijkhuizen. Shout-out naar jou. Dankjewel voor de roos. Dat is lief. Zeg, Vince, wat gaan we morgen doen? Nee. Jou pesten? Nee. Nee? Oh. Wie is dat nou weer? Wie is wat? Ik heb geen idee. Ik weet ook niet wie het is, die Jasmijn. Maar ik denk dat diegene het kwijt wou. Geen idee. Ik ga eigenlijk weer lekker slapen. Ik ben nu op de slaapkamer. En ik kom tot de conclusie dat ik eigenlijk eerst al mijn kleren hier moet opruimen. Ja, ja. Alles ligt nog op bed zo. Nou, dat ga ik dus eerst opruimen. Maar wat ik ook nog even kwijt wil. Ik ben live geweest op TikTok, zoals jullie gezien hebben. Vince is er eventjes bij geweest ook. En degene die strooi keukenzout, weet ik veel wat het mocht wezen. Die hebben uiteindelijk gevraagd van, ja, als Vince onze naam zegt, dan stoppen we met deze actie, dit en dat. Ik had iets van, nou, je hebt je aandachtpunt al bereikt. Maar het blijft gewoon heel vreemd. Ik was een beetje geïrriteerd inderdaad. Ik heb van, als je de hele dag al bezig bent om zoiets te doen, dan is er echt iets mis met je, denk ik dan. Maar ja, geen aandacht meer verder aan besteden. Het is gebeurd en klaar. Ze ging ook op een gegeven moment met Daphne, maar ze vond het saai worden of zo. Daphne reageert er niet eens op. Ja. Ik hou alleen niet van pestkoppen. Ik heb er een gruwelijke graftakken hekel aan. Ja, sorry. Ik heb er een hele erge hekel aan. En ja, hun zullen het wel lollig vinden, maar ik kan er gewoon heel slecht tegen, omdat ik het vroeger heb meegemaakt. En het liefst wil ik het dan lekker door elkaar rossen of zo. Niet dat ik het doe, want dat lukt me toch niet. Zo, ondertussen ook even beter om sokken en zo in de lades te doen. Nou, dat ligt op de grond, oké. Maar hey, we leven nog. We gaan gewoon door. Nee, hoeft niet, Vince. Dankjewel. En na het opruimen ga ik lekker slapen. Dus bij deze wil ik jullie vragen om op mijn kanaal te gaan abonneren. En een blauw duimpje omhoog vind ik leuk. Zou ik heel erg lief vinden. En dan zie ik jullie weer bij een volgende vlog. Dus bij deze weer, rollator!